Ieder jaar vormt het oude wievenbal in Valkenburg voor duizenden carnavalsvierders de officieuze aftrap voor de vastelovend. De steeds toenemende drukte zorgde echter met name de afgelopen jaren voor problemen voor de politie en de andere hulpdiensten. De politie, gemeente, brandweer en ondernemers hebben dit jaar voor een nieuwe opzet gekozen. Dat had zijn effect, want er waren maar 6 aanhoudingen. Nou, in principe is de aanpak dit jaar van de politie vrijwel hetzelfde. Alleen naar aanleiding van zaken die wij voorgaande jaar hebben geconstateerd, zijn wij heel nadrukkelijk met de partners, de gemeente, de betrokken ondernemers, brandweer, zijn we rond de tafel gaan zitten en hebben knelpunten aangegeven die wij vorig jaar hebben gezien. En we zijn er samen aan gaan werken. En wij hopen dat we dit jaar in ieder geval met een beter gevoel erin gaan in het evenement dan voorgaande jaren. Betekent dat de inzet voor de politie anders is dan voorgaande jaren? Nou, globaal is die eigenlijk precies hetzelfde. Wij hebben altijd twee teams. Eén team die vanaf het begin direct bezig is met de alcoholcontroles. Mensen laten zien dat er gecontroleerd wordt. Zodat de drempel om straks met drank op te gaan rijden in ieder geval wat hoger wordt. Daarnaast hebben wij een groep die specifiek zich bezighoudt met de openbare orde. Vandaag is ingezet het VAT. De regionale openbare ordegroep en de mensen van de basiseenheid Heuveland zelf. En daarbij hebben we assistentie van de brandweer en de EHBO. We hebben 4 ruiters van de dienstlevende haven van de KLPD erbij gekregen. Buiten de paarden zijn er ook nog mensen op de fiets onderweg. We hebben 2 hondengeleiders in dienst en er zijn nog mensen met de auto onderweg en een pakketbus voor het andere arrestantenvervoer. Tijdens de 2008-versie van het oude wievenbal lag het accent weer duidelijk op het feestvieren.